Heb je dat zo bij ons? Oh. Loop rustig door. Ik zit toch in de hoogte. Ah, oké. Hoi. Kom erin. Hallo. Kom erin. Kan jullie even de wijf filmen zo? Nee. En hem? Ja, net op het hoekje. Het is prachtig. Zo'n binnenvaartschip is al. Ja. En Jan Wouter is nu bezig om de hele Waal af te doen. Mensen die kijken. Ik ben een keer van Napels naar een klein Italiaans eilandje, de Eolische eilanden heet het, varen, s'nachts. En nou ja, van grotendeels s'nachts, maar het werd donker en het werd weer licht. En dat is echt, ik ben bijna een hele nacht opgebleven, terwijl mijn moeder en mijn broertje in die, ja, het was helemaal stil op het schip, iedereen lag in die hut en ik zat altijd een beetje te kletsen met die kapitein die mij probeerde te versieren, ik was 17-jarige meisje. Ja. En dat was echt de meest bijzondere ervaring die ik ongeveer ooit heb gehad. In mijn eentje. Op de zee. Ja, nog niet veel in mijn eentje gedaan. Natuurlijk was daar op dat uitgestorven schip. En het grootste deel van de nacht was het dus donker. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Zo donker dat je letterlijk geen hand voor ogen ziet. Ja. En dat kende ik niet. Want ik was nog nooit in de woestijn geweest. En had het gewoon in Nederland en zo. Gewoon dat je je eigen hand zo niet ziet. Het is gewoon net op je ogen. Het is hier gewoon zwart. Een zwarte muur. En toen kwam van dat uit, volledig donker, kwam 's ochtends de zon op. En ik was de enige die dat zag. En die kapitein, dat was zo fantastisch. Ja. Echt, dat ga ik nog een keer doen. Echt.